stel je voor dat ik een afwasborstel in mijn handen heb. Ik ga flink de keer iets op. Vinden jullie dat opwindend? Ik ken iemand die vond dat heel opwindend. En die vond het ook opwindend als een knotje in mijn haar, brilletje op en een witte blouse. En dat ik dan een boek ging lezen. Soms moest ik een bladzijde wel 3 keer lezen. En als ik hem dan gelezen had, die bladzijde, dan kwam ik er daarna dus achter dat ik hem helemaal niet had gelezen. Ondertussen lag hij op de bank te zeppen. Zogenaamd niet geïnteresseerd. Dat was deel van onze opwinding, die zogenaamde desinteresse. Zo min mogelijk aan elkaar laten weten hoe opwindend wij elkaar vonden. En dat ik bed ineens heel erg gaan zoenen. Hij maar zeppen, ik steeds maar die bladzij en wij maar doen alsof we niks doorhebben. En als ik dan onder het lezen door ook nog paddenkoeken ging pakken, dan wist ik zeker dat hij de hele volgende dag aan mij zou denken. Onder het timmeren. Hij was timmerman. Nu haal ik 2 mannen door elkaar. Die van het knotje, die van de pannenkoeken en die van timmer. Maar die van timmer hield ook van het knotje en die van het knotje hield ook van het zeppen. En ze hielden er allebei van als ik pannenkoeken bakte. Van de een leerde ik dat vuur eerst goed hoog en de pan goed heet. En dan was het beslag erin. En van de ander leerde ik dat je de koek niet te lang in de pan. Want anders wordt het meer een soort cracker. En het heet niet voor niks een pannenkoek. Ze leken dus meer op elkaar dan ik dacht. Vinden jullie mij opwindend? Jullie luisteren nog steeds naar me. Ik heb er geen afwasborstel in mijn hand, maar als jullie het lekker vinden, mag je best voorstellen dat ik een afwasborstel in mijn hand heb. Ik doe mijn afwas altijd met een sponsje.